De criminaliteitscijfers vertonen een dalende trend. Dit vertelde defensieminister Krishna Kumari Mathura gisteren voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsvrouw kondigt aan dat de acties in samenwerking met de politie verder wordt voortgezet. Afgelopen week hebben we gehad, zien we dat bij winkels tot heel laat open zijn, 12 uur, 1 uur in de nacht. En dan krijg je daar een concentratie van mensen die drinken en alles, we treden daarop. Op straat waar concentraties is, waar grootschalige openbare orde verstoring plaatsvindt, treden we op. Verkeersovertreders, er zijn veel mensen die zonder rijbewijs rijden. Er zijn veel auto's bekeurd die met één koplamp rijden. Er zijn mensen die hun voertuigen niet ter keuring hebben aangeboden. Dus er wordt echt verbaliserend opgetreden. De zaken worden overgedragen aan het resort waar dus die overtreding of het strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Dat is de werkwijze. Mathura zegt dat de burgerij samenwerkt en heel veel informatie doorgeeft aan de politie en defensie.